We bevinden ons hier in een oud fabriekspand, een oude leerlooierij. Tot 1965 in gebruik geweest als industrieel erfgoed is het inmiddels. Dus industrieel pand. En we zijn hier begonnen met een dagbestedingslocatie omdat onze zoon Luc een aantal jaar geleden uitstroomde vanuit speciaal onderwijs. En er was geen aanbod van dagbesteding in Kuik. We zijn 3,5 jaar geleden begonnen met de instroom van de eerste cliënten. Inmiddels hebben wij 80 mensen in de dagbesteding hier. We hebben hier werkplekken, die zitten in het zicht. Ze zijn verbonden aan de mensenstroom die voorbij komen als gast in de lunchroom, als klant in de bakkerij, als klant in de wasserij, als klant in de winkel van het atelier. Kortom, onze mensen komen naar voren toe en laten zien wie ze zijn. En gezamenlijk maken wij hier producten die ertoe doen, waarvan de mensen het gevoel krijgen, ik heb meegedragen, een steentje bijgedragen aan het product wat verkocht wordt. We zijn inmiddels gestart met het realiseren van 30 studio's op de eerste en tweede verdieping binnen dit industriële erfgoed. Een mooie studio, zelfvoorzienend, eigen badkamer, eigen keukenblok. En in de gezamenlijkheid eten, koken, een mooie wooninitiatief voor mensen die lekker in het centrum willen wonen, waarbij op loopafstand alle voorzieningen aanwezig zijn. Onze zoon zit in een rolstoel en heeft een verstandelijke handicap, een licht verstandelijke handicap. En we hebben gemerkt hoe moeilijk het is om voor hem een passende plek te vinden. Een plek waarbij naar zijn lichamelijke handicap wordt gekeken, maar waar hij toch met anderen op toch zijn niveau kan wonen. Ja, en deze plek is wat dat betreft perfect. Hij kent de mensen, hij werkt ermee. En ze kunnen hier ook de zorg bieden die hij nodig heeft. Hij heeft eerst op school gezeten en is daarna dagbesteding hier gaan doen. En wat wij merkten was dat hij zich ontzettend op zijn plek hier voelt. Het is een warme omgeving, fijne mensen. Hij komt steeds dezelfde mensen tegen. En dat is ook het mooie van het wonen hier, is dat hij in een vertrouwde omgeving met steeds dezelfde mensen op een plek kan gaan wonen waar hij zich veilig voelt. We zijn de samenwerking aangegaan met Boerderijen om de twee buurtwinkels die gerealiseerd gaan worden in Beers en in Gassel te gaan bemensen. In Gassel en in Beers willen we soortgelijke winkels als hier in Bredeweg opzetten. Waarbij in Gassel de nadruk ligt op de winkel. Een stuk of 10 cliëntmedewerkers kunnen daar dan werken. En in Beers is die wat groter, omdat daar ook een volledige bakkerij bij komt. En daar zullen waarschijnlijk tussen de 20 tot misschien wel meer arbeidsparticipatieplaatsen zijn. Deze winkel wordt gerund door mensen met een verstandelijke beperking. Zoals mensen die niet in de maatschappij terecht kunnen, die dan hier kunnen. En die dan hier gewoon hun werk hebben. En dat soort dingen allemaal. Het mooie van deze winkels is dat wij een plek bieden voor mensen voor wie taaltwerk niet vanzelfsprekend is. En iedereen op zijn eigen talent, met de nodige begeleiding en ondersteuning vanuit de zorginstellingen, kunnen wij dus voor die mensen een plek creëren die voor meerwaarde is aan de maatschappij. We zijn echt trots dat wij ons idee van 3,5 jaar geleden hebben gerealiseerd en dat we aan zoveel mensen zoiets moois te bieden hebben.